Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit voert al 15 jaar een rat race tegen het dievengilde. Allemaal hoela dat het een strijd is die nooit gewonnen zou kunnen worden. Er is absoluut altijd licht aan het eind van de tunnel. Ik weet niet half hoe erg het was 15 jaar geleden. We zijn echt van heel ver gekomen. Begin 90er jaren kwamen er een aantal organisaties bij elkaar die met elkaar concludeerden dat wanneer je beter samenwerkt en je als het ware tot een soort ketenaanpak komt, je de voertuigcriminaliteit beter kunt aanpakken. Om nog meer auto's terug te vinden is in 1993 ook het VAR, het vermiste autoregister, opgezet. Dit betekende een geweldige verbetering van de diefstalregistratie. De eerste uren na de diefstal is de pakkans namelijk het grootst. 1998 was een belangrijk jaar voor de professionalisering in de aanpak van voertuigcriminaliteit. Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, AVC, werd toen officieel opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Verbond van Verzekeraars, de politie, de rijvereniging, het Ministerie van Justitie, ANWB, RDW, BOVAG en het Openbaar Ministerie. AVC is de aanjager geworden in de ketenaanpak tegen voertuigcriminaliteit. Er zijn heldere uitgangspunten en doelen geformuleerd. Gelijke verantwoordelijkheid voor alle partners. Concrete projecten en een programmatische aanpak volgens een meerjarenplan. Focus op preventie, registratie, afhandeling en opsporing. Verminderen van autodiefstallen met 50% en een terugvindpercentage van niet minder dan 50%. De activiteiten zijn zeer goed uitbreidbaar naar andere voertuigsoorten en andere vormen van criminaliteit. Innovatie, maar ook brede toepassing van bewezen effectieve middelen. De ANWB vindt dat het belang van de voertuigbezitter voorop staat. Gemeenschappelijke woordvoering. Stop de lekstromen en de malafide handel. Het begon ooit met dievengilden dat gereedschap gebruikte zoals dit. Met schroevendraaiers werden contactsloten geforceerd. Maar inmiddels is het een stuk internationaler geworden, professioneler en georganiseerder. Vooral sinds de elektronica in de auto gekomen is. De bestrijders van de voertuigcriminelen hebben echter ook alles behalve stilgezeten en zijn meegegaan met hun tijd. Er zijn in de loop der jaren veel nieuwe initiatieven ontplooid en inmiddels zijn er dan ook de nodige wapenfeiten te noemen. In 1998 bracht AVC een sterk fundament aan onder de aanpak van de voertuigcriminaliteit. Alle partners gebruikten vanaf dat moment alleen nog maar de gezamenlijke cijfers over de aard en omvang van het probleem. AVC werd de woordvoerder namens alle partijen, zodat ook de media sindsdien een eenduidig beeld krijgen. In 1999 organiseerde AVC de actie Niet te starten, niet te stelen. In 2000 werd het identificatiesetje voor bromfietsen ingevoerd. In 2001 kwam het katvangersignaal in het kentekenregister. In 2002 werden de eerste voertuigvolgsystemen gecertificeerd. In april 2003 ondertekent de politie het convenant over de alarmopvolging van voertuigvolgsystemen. Afspraak is dat particuliere alarmcentrales elke melding verifiëren. Nederland is de motor geweest achter het EU-raadsbesluit over de aanpak van voertuigcriminaliteit. Sindsdien zijn de coördinatoren voertuigcriminaliteit van alle EU-landen de olie in de machine van de internationale samenwerking. In het jaar 2005 wordt het vermiste autoregister, VAR, samen met de stichtingen SCM en NRM, omgevormd tot de stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, met een bredere taakstelling. 13 partijen richten in 2006 de stuurgroep Aanpak Fietsdiefstal op. Samen dekken ze de hele keten van fabrikant tot shredder. Samen nemen ze de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van fietsdiefstallen. In het eerste jaar na de oprichting van de stuurgroep Aanpak Fietsdiefstal werd er al een daling van 10% qua fietsdiefstallen gerealiseerd. In 2008 werd de duimafdruk ingevoerd als extra legitimatiemiddel bij het huren van een auto.
De succesvolle ketenaanpak wordt voortgezet bij de ondertekening van het tweede transportconvenant. AVC start het overleg met importeurs en fabrikanten over het verbeteren van hun elektronische beveiligingssystemen. In 2011 wordt het lespakket van de Politieacademie uitgebreid met een e-learning module voertuigidentificatie. Bij de afhandeling van wrakken zijn forse lekstromen. In 2012 gaan 12 partijen samen aan de slag tegen concurrentievervalsing en milieuovertredingen. In 2013 is het eindelijk zover. De pilot Versnelling Registratie Diefstal Voertuigen gaat van start. Binnen 2 uur na aangifte staat een diefstal gesignaleerd in het kentekenregister en in de internationale opsporingsregisters. We hebben, zoals u hebt kunnen zien, heel veel met elkaar gedaan de laatste jaren. En er is ook echt veel bereikt in die rat race tegen de criminaliteit. Hoe mooi dit ook is, we moeten doorgaan, want we zijn er nog niet. Voertuigcriminaliteit genereert zwart kapitaal voor criminele investeringen. Gestolen voertuigen dienen vaak als transportmiddel bij de handel in drugs, wapens en mensen. En natuurlijk als vluchtauto. Al die voertuigcriminaliteit kost Nederland vele honderden miljoenen per jaar. Burgers, bedrijven en overheid verliezen enorme bedragen. Bovendien is het schadelijk voor het imago van Nederland en Nederlandse ondernemingen. Om echt het verschil te kunnen maken tegen die crimineel is samenwerking en vooral ook doen cruciaal. En ook in de toekomst, want AVC is een strategische club die moet kunnen leunen op het veld. Zo zijn de mensen van het LIV onze oren en ogen in de dagelijkse praktijk. Ook bij het AVC Café wordt periodiek belangrijke informatie uitgewisseld tussen de betrokken mensen uit het werkveld, zodat iedereen weer helemaal up-to-date is. Deze opperste vorm van publiek-private samenwerking levert een ijzersterk fundament voor ons dagelijks werk en voor de toekomst. Als vooruitgeschoven post van verzekeraars, autolease en verhuurbedrijven hebben we de partners keihard nodig om de succesvolle aanpak te continueren. We moeten gestolen goed onverkoopbaar maken en daarom gaan we partsmarking nog eens goed op de kaart zetten. AVC en LIV pakken elk een deel van de keten in de strijd tegen voertuigcriminaliteit. AVC is klaar voor de toekomst. Met onze partners hebben we de prioriteiten bepaald. Maar het is natuurlijk een illusie om te denken dat de rat race ooit stopt en het dievengilde niet meer bestaat. Er komen altijd nieuwe technieken, methodes en bendes op. We blijven doorgaan met vereende krachten om alles in de hand te houden. En brengen hier en daar een gerichte slag toe.